Welkom bij een nieuwe video van Spellen Jelle, het bordspellenkanaal, waarin ik je op hele laagdrempelige wijze meeneem in de wereld van de bordspellen. En dan doe ik toch gewoon een potje met je te gaan spelen, dus geen ellenlange uitleg, maar gewoon even een potje induiken, zodat jij bekend raakt met de spelmechanismes, de sfeer, het artwork, kortom, of jij kunt ontdekken of dit een spel is voor jouw collectie. En het spel wat ik vandaag met je ga behandelen is... Gacha. Ja, en ik maak deze video in samenwerking met bordspellenuitgeverij Gaming Biz, die hebben mij dit exemplaar toegestuurd. En toen ik dacht van ja, wil ik dat? Hè? Is dit een spel wat ik met jullie wil gaan delen? Het is voor mij ook een nieuw spel. Toen zag ik het artwork en zag ik dus het thema, namelijk Japan, van die machines met eitjes eruit. En ja, als je mij dus wil raken, moet je met dat soort thema's aankomen. Want ik denk dat ik in de vorige leven misschien wel ergens in Azië heb gewoond, want ik vind het altijd super vet. We gaan gelijk een potje induiken zoals jullie weten. En nou, je ziet hier al het spelletje klaar liggen. Een spel met veel kaarten. En voordat ik even die uitleg induik, wil ik je even meenemen naar mijzelf als klein jongetje. Want ik zie mezelf nog vroeger bij de Albert Heijn staan met mijn moeder. Als we dan boodschappen hadden gedaan. En dan had je nog, en dat is tegenwoordig niet meer zo volgens mij, van die oude machines met van deze eieren erin, weet je wel. Met speeltjes. En ik weet nog dat ik dan 9 of 10 keer geen kwartje kreeg van mijn moeder om daar wat geld in te stoppen. Maar ik ging altijd wel een soort van fantaseren van, hey, als ik nu een kwartje had gehad en ik draai aan dat ding zo, welk eitje komt er dan uit? En ja, dus dat is wel echt... Eigenlijk dat idee zit gewoon in dit spel. Dus dat is wel echt super vet. Dus nou, we hebben hier zeg maar 4 van die machines staan. Met eitjes erin. En je wil eigenlijk speeltjes gaan verzamelen eigenlijk. En op deze kaarten zie je wat voor speeltjes je nodig hebt. Bijvoorbeeld, ik laat je dingetje dichtbij zien. Hier moet je 3 dezelfde speeltjes hebben. En dan krijg je dan punten voor en een loodje. Hier moet je... Deze 3 speeltjes inleveren en dan nou, krijg je daar ook de punten en het loodje voor. Deze kaart moet je bijvoorbeeld 2 dezelfde en 3 dezelfde inleveren. Dus dan moet je, ja, ik krijg eigenlijk allemaal opdrachten om die te behalen. En het is eigenlijk een heel simpel spelletje, want je hebt een hand kaarten. In dit geval is de rechterhand is hier eventjes de fictieve speler Tjarda, mijn vriendin in het echte leven. En nu even mijn fictieve tegenspeelster. En dit is mijn hand. Normaal hou je die natuurlijk gesloten, dus dan zie je dat niet van elkaar. Maar voor de video neem ik jullie even mee in beide kanten natuurlijk. En nou ja, laten we even beginnen met Tjarda, die begint. Die heeft een hand van deze kaart en het artwork is wel super vet. Kijk dan. Ja, ik weet niet, misschien ligt het aan mij, joh, maar ik word hier wel gewoon altijd erg blij van. Nou ja, ik wil dus dit soort setjes gaan verzamelen. En in je beurt kun je eigenlijk maar 2 dingen doen, dus dat is eigenlijk super overzichtelijk. Namelijk, je trekt 2 kaarten of... Je levert kaarten in om zo'n opdracht te vervullen. Dat is het enige wat er is. En het trekken van die kaarten, dat is een leuk mechanisme. Let op. Want, nou laten we bij Tjarda beginnen. Die heeft al 2 dezelfde. En ze wil misschien hier voor die 12 punten, moet je ook nog 3 dezelfde hebben. Maar, ze heeft ook al... Oh, die heeft ze al. Nou, laten we dat maar gelijk gaan doen. Dus ze trekt geen kaarten. Dus dat moet je nog even op wachten. Dat ga je zo in mijn beurt zien. Ze levert deze 2 in. En ze krijgt dit loodje. Ze heeft dus nu al de eerste 3 punten verdiend. En ze heeft een loodje. En zodra ze 2 loodjes heeft, dan gebeurt er iets met deze bonusfiches. Maar dat zien jullie zo meteen. Dus haar beurt is nu voorbij. En dan komt hier een nieuwe opdrachtenkaart. Hey, overigens dezelfde kaart als hier al lag. Dus dat is voor mij als tegenspeler ook wel fijn. Dan ben ik aan de beurt. En ik heb ook 2 dezelfde. Maar goed, die kaart is zojuist van mijn neus weggekaapt. Dus dat gaan we niet... niks mee behalen. Dus waar ga ik voor sparen? Een sushi heb ik ook niet. Een poesje heb ik. 3 dezelfde. Nou, laten we daarvoor gaan. Ik wil die 6 punten gaan. En ik heb 2 van dit soort, ja, wat is het? Koolraap of zo. Dus daar heb ik nog eentje voor nodig. Dan ga ik kijken, want ik mag 2 kaarten trekken van deze machines. En dat is een beetje dus dat mechanisme wat ik zei als klein jongetje. Ik zie hier bijvoorbeeld een machine met zo'n koolraapje erop. Ik noem het even, radijsje is het. Laten we het een radijs noemen. Maar er zit ook een katje op. Dat betekent dat ik 50% kans heb dat hierachter een van deze 2 logo's te vinden is. Dus 50%. Kijk, hier heb ik al 3 logo's. Dus heb je nog maar 33% kans als je het zo zou berekenen. Hier ook. Dus ik ga voor deze kaart als eerste. Oh, dat is wel een kat. Ja, dat is dus verkeerd gegokt. Maar ja, dat is dus net zoals in die machines vroeger. Ja, je weet niet zeker of dat ene eitje wat jij graag wil hebben naar beneden komt vallen. Ik heb nu wel 2 katten. Nou, en ik wil 3 dezelfde hebben, dus dan ga ik dit kaartje pakken. Want dan weet ik zeker dat ik of een kat of zo'n radijsje heb. Radijsje. Dus ik heb nu 3 radijsjes in mijn hand om zo meteen te gaan inwisselen voor deze kaart. Mits Tjarda dat natuurlijk niet gaan doen. Maar dat kan zij niet doen, want zij moet wel kaarten pakken, want ze heeft er maar 2.
Dus, even kijken. Ze heeft een sushi en ze heeft een kat. Hé, dat is leuk voor die 5 punten. Dus ik heb eigenlijk nog zo'n meisje nodig. En dat meisje zie ik in deze machine en zie ik in die machine. Maar hier heb ik weer de grootste kans, want ja, het is of een meisje of een kat. Dus gaan we kijken. Hier een kat. Nou, het is helaas moet ik nog eventjes gaan kijken wat ik dan kan doen. Dan ga ik nu naar deze machine, want je mag 2 kaarten pakken. Dan heb ik wel iets minder kans. Ja, het is dan ook deze geworden. Dus helaas heb ik niet aan mijn missie kunnen voldoen. Maar goed, ik kan zo verder sparen. 2 kaarten gepakt. Ik ben weer. En ik heb 3 radijsjes en 2 katten. Dus ik kan zo'n 12-puntenkaart gaan inleveren. Dus dat ga ik doen. Dus ik lever 3 radijsjes in. En 2 katten. En ja, het maakt nog niet uit welke ik pak. Dus ik heb mijn eerste 12 punten binnen. Dan komt er weer een nieuwe. En dan is Tjada aan de beurt. Ja, die heeft dus nu 2 katten. En die wil nog steeds zo'n meisje hebben. Want dan kunnen we die straks inwisselen. Dus dat is nu deze machine. Ligt er mooi klaar hoor. Laat me nou een keer geluk hebben alsjeblieft. Ja. Kijk. Dus ik kan zo meteen in de volgende beurt kan Tjada die kaart gaan inwisselen. Maar 3 dezelfde is ook leuk. Want die ligt hier natuurlijk al klaar. Dus ze wil ook nog wel iets met een kat hebben. Want daar heb ik er al 2 van. Dus dan blijven deze 2 machines over. Dan is deze het meest lucratief. Want daar zit natuurlijk weer 50% kans op. En helaas de verkeerde 50%. Maar goed, ik kan zo wel voor haar een kaartje inwisselen. Dan ben ik aan de beurt. Ik heb maar 1 kaart. En nou ja, ik wil dan... Ik weet natuurlijk niet wat Tjada gaat doen. Dus ik wil eigenlijk een sushi hebben. Of... Nee, dat wil ik niet. Ik wil een radijs hebben of een kat. Dus ik ga hier... Nou ja, die staan hier beide op. Kijk. Radijs. Goed gegokt. Daar wil ik eigenlijk nog een kat. Die is alleen hier te vinden. En helaas, ja, dat was ik met 31% kans. 1 op de 3. Dus, nou ja, mijn beurt is voorbij. En nu gaat Tjada, die kan dus nu, en dan gebeurt er wat leuks, kan deze kaart claimen. Dus ze gaat voor de sushi. Die heeft ze. Ze heeft een kat. En ze heeft een meisje. Als je levert ze in, dan krijgt zij natuurlijk die 5 punten. Maar nu heeft ze 2 loodjes. En als je 2 loodjes hebt, mag jij een van deze bonusfiches pakken. Dat gaat ze doen. Ah, 3 extra punten. Dat is fijn. Maar als die lood ook nog dezelfde kleur hebben, mag je nog een extra gacha kaart pakken. En je ziet hier, ze had een rode. En ze had een soort van jokerlot. Dat is namelijk geel, blauw of rood. Dus dan mag je zelf bepalen. Dus dat betekent dat ze nog wel een extra kaart mag pakken. Oh, sorry, dat is verkeerde stapel. Dan mag ze een extra gacha kaart pakken. Dan is het natuurlijk even handig om te kijken wat ze dan nodig heeft. 2 dezelfde, 3 dezelfde. Ja, 3 dezelfde ligt daar. Dus dan ga ik voor zo'n robot. Maar helaas, het is dit keer dan weer zo'n ding die ik net nodig had. Ja, die machines blijven altijd onbetrouwbaar wat je nou echt gaat krijgen. Maar dat maakt natuurlijk altijd ook weer leuk. Er komt hier een nieuw kaartje. Ja, en zo werkt eigenlijk het spel. En zo ga je dus proberen zo snel mogelijk, nou ja, zoveel mogelijk punten binnen te halen. Dus door in je beurt of 2 kaarten te pakken of zo'n ding te claimen. Je hebt natuurlijk een soort race, want je bent eigenlijk altijd hetzelfde aan het doen. Dus je zit elkaar af en toe flink in de weg. En het spel stopt op 3 manieren. Dat is namelijk wanneer er geen bonusfiches meer liggen, als die op zijn. De 2e optie is als deze opdrachtkaartjes niet meer aangevuld kunnen worden. En de 3e optie is... Als er zo weinig gacha kaarten liggen dat je geen 4 stapeltjes meer kunt vormen, dan stopt het spel ook. En dan ga je punten tellen. Dus dit is eigenlijk gacha, een klein kaartspelletje. Maar wel heel toegankelijk. En ja, met het gokken erin van ja, ik denk dat hij daarachter zit. En dat is wel, ja, dat moet je een beetje gaan ervaren. Maar ik hoop dat het een beetje in de video overkomt. Ja, dat doet echt dat beroep op dat kleine jongetje van mij bij die automaat van vroeger. Dus dat is gewoon voor mij in ieder geval goud waard. En... ja, probeer je zo snel mogelijk te spelen. Ik ga ook nog even een review video maken over het spelletje. En dan zal ik vertellen wat ik ervan vind. Dus die kun je namelijk in de link die hierboven is, kun je die gaan bekijken. En heb je vragen over gacha? Stel ze vooral even in de comments, want dan kan ik ze beantwoorden. Dat doe ik natuurlijk graag. Volg me ook nog even op Instagram als je dat nog niet doet. Spellenjelle, want dat is echt de plek waar ik het meest met jullie in contact ben. Via posts, stories. En nou, leuk om jullie zo te leren kennen. En om ja, die community zeg maar echt dan deel uit te maken. Dus... volg me vooral even.
En ik zou zeggen, tot de volgende video.